Suriname herdenkt vandaag op 7 juni de grootste vliegramp in de geschiedenis van Suriname. Precies 35 jaar geleden stortte vlucht PY-764 van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij neer, dicht bij Sandré. Op die fatale dag verloren 176 mensen, waaronder leden van het kleurrijk elftal en het orkest de Draver Boys, het leven. In een post op zijn Facebookpagina heeft president Santokki vandaag zijn gedachten gedeeld over deze tragische gebeurtenis. Hij herinnert eraan dat het noodlot toesloeg om 4:30 in de ochtend tijdens de landing op de Johan Adolf Pengel International Airport, veroorzaakt door dichte mist en technische problemen. De herinnering aan deze ramp blijft een diepe wond in het hart van ons land en onze gemeenschap. President Santokki betuigt zijn medeleven aan de families en vrienden die getroffen zijn door deze tragedie. Hij herinnert ons eraan om deze dag te gebruiken om het belang van veiligheid, verantwoordelijkheid en de waarde van het leven te erkennen. Het monument aan de Jagannath Lakshmanstraat blijft een symbool van eeuwige herinnering aan de slachtoffers van vlucht PY-764.